De voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, Wilgo Valies, wil dat de regering de resolutie van 18 februari intrekt. In deze resolutie is aangegeven dat de FISO-regeling niet meer van kracht is op leerkrachten. Het besluit heeft te maken met de uitvoering van het herwaarderingsprogramma van het onderwijs. De resolutie heeft als gevolg dat de leerkrachten met terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar uit het FISO-systeem zijn gehaald. De leden maakten vandaag hun misnoegen kenbaar tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering in Matagorda. Ze wilden van Valies weten wat hij van plan is te doen aan deze situatie. Valies benadrukte dat de regering weer eens een besluit heeft genomen zonder overleg en daar is hij moe van. Dus wij werden geconfronteerd met die resolutie met verregaande consequenties voor de werkers. De mensen zijn lanzinaren. Van het ene op het andere moment zijn ze geen lanzinaren meer. Op het ene op het andere moment vallen ze niet onder de personeelswet. Dat ze andere werkgever. Dat ze straks een andere werkgever hebben. Ja, hoe is dat mogelijk? Nee, zo werk je niet met een vakbond. Nee, echt niet. En bovendien, als zou de regering dat met ons hebben besproken, uiteindelijk moeten de leerkrachten zich daarover uitspreken. Dus wanneer de regering met ons had besproken, we gaan dat en dat doen. En dit zo ziet dat besluit eruit, dan zeg ik van, we moeten dat eerst voorleggen aan onze leden. Dan pas kunnen we zeggen akkoord. Maar niet eens dat hebben we gehad. Dus, dit kan niet. Met de beste wil niet. Het is een mooi ding. U bent als lanzinaar te werk op een kantoor. En van de ene omdag hoort u van, u bent geen lanzinaar meer. U bent nu particuliere werker. Dat kan niet. Valies zegt dat alles nog zo wazig en onduidelijk is. Volgens hem wordt er iets gedrukt door de kelen van de onderwijzers en zij weten niet eens wat dat is. Men kan niet van ons verwachten dat we mee kunnen gaan en we weten niet eens waar we naartoe gaan. Dus daarom zeggen we zullen die resolutie moeten terugdraaien en opnieuw met elkaar in overleg treden en kijken van wat willen we. Want We gaan onze zekerheden niet zomaar opgeven. Je moet echt dom zijn om daaraan mee te werken. En je weet niet waar je naartoe gaat. Dat je misschien straks in een situatie komt. En ik heb daarover een paar opmerkingen gemaakt. Dat straks. En wat ze ook suggereren in de notitie. We gaan een parastatale instellen. En dat zelfs die personeelswet niet meer van toepassing zal zijn. Dus in de resolutie praat men over personeelswet zal nog vallen. Voor de mensen in openbare dienst. Maar in diezelfde notitie staat dat op den duur die personeelswet zal komen weg te vallen. Dus we krijgen een nieuwe entiteit waarbij we geen enkel raakvlak meer hebben met de overheid. En dan vindt u dat we daarin gewoon moeten accepteren en meegaan? Nee toch? Dus wij zijn redelijke mensen. We zeggen, laten we dat ding goed onderzoeken en laten we met elkaar duidelijk aangeven wat we willen bereiken met die nieuwe entiteiten. Want bij ons is die rechtszekerheid een heel belangrijk uitgangspunt. Aldus Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren. Hij wil dat de regering de resolutie van 18 februari intrekt. In de resolutie is de FISO-regeling niet meer van kracht op de leerkrachten.